Ja, professioneel gezien was het uitermate teleurstellend, de uitslag. Terwijl het spel eigenlijk best wel oké was van PSV. Als supporter was er een enerverende wedstrijd die alle kanten op kon. En eerlijk is eerlijk, Ajax had wel de juiste tactiek gekozen. En het PSV eigenlijk met de eigen wapens verslagen. PSV ging wel wat gehavend naar die wedstrijd toe. Het centrale duo van de onder 19 die speelde de dag ervoor bij Jong PSV. En Steven Bergwijn zat bij de eerste selectie. Dus de allerbeste spelers waren er niet bij. De jongens die gespeeld hebben, hebben ze de huid redelijk duur verkocht. Er waren een paar momenten waar ik mezelf wat over opwind. Soms heb je ja, misschien een extra chromosoom als trainer daarvoor. Maar het was 42 minuten gespeeld, het was 1-1. En de wedstrijd was gelijkwaardig. En dan moet je met 1-1 de rust in gaan of in elk geval niet op achterstand komen. Dat gebeurde toch een heel onbenullig moment. En dat kan nog steeds, maar dat er dan niemand in dat team was op dat moment, dan wel van bankstaf, dan wel van de spelers zelf, het liefst van de spelers zelf, die even momenten van net op 3-4 moet zorgen dat we die, meteen naar rust werd het 3-1, was de wedstrijd eigenlijk gelopen, hoewel het met 3-2 nog even spannend werd, maar de overwinning was verdiend, want Ajax had betere spelers in het veld staan op dat moment, dus oké. Nou, we willen, zoals ik al een paar keer geroepen heb overal, heel graag naar een interne opleiding. Dus dat er veel meer school gegeven wordt hier op de Hertgang. Zodat we vaak kunnen trainen en meer kunnen beïnvloeden op alle gebieden. En in een pilotproject is dat nu begonnen met een aantal jongens die op het vakcollege zitten. En die komen hier, elke dinsdag komen ze hier en hebben dus training, school en training. Afgelopen dinsdag was het de eerste keer. Dus het was een primeur, een heel mooi moment. En die jongens zijn een grote grijs hier, want die hebben dan natuurlijk zelf ook veel minder reistijd, veel minder moeite om allerlei dingen te doen. En kunnen vaker trainen. Dus een groot succes. Elke dinsdag is dat nu. En straks hopelijk, volgend jaar, gaat dat een vervolg krijgen. Nou, niet hopelijk, dat gaat zeker gebeuren. Een vervolg krijgen met eigenlijk bijna alle teams die dan 2 dagen in de week hier hun school en voetbal kunnen doen. Gelukkig krijg je dan de bevestiging dat we het hier best wel aardig doen. Dus in inhoud van de opleiding, de manier waarop ze dingen doen, de uitvoering daarvan, doen ze vele dingen hetzelfde als ons. Heeft wel steeds daar als Nederlander die daar het een en ander bewerkstelligd heeft. Dus de manier van denken die komt wel enigszins overeen. De faciliteiten zijn daar beter, ze zijn een paar jaar verder. Dus ze hebben grote opblaashallen, dat is logisch, want het is daar kouder dan hier. Die vind ik hier niet echt nodig, maar daar is dat prima. En school en internaat is daar al intern. Dus hebben we goed naar kunnen kijken, een paar dingen opgedaan en zeggen van nou, dat zou hier ook anders zijn, maar het zijn deze in algemeenheid denk ik dat we het hier minimaal zo goed voor elkaar hebben. Dus goed om even te zien. Ik heb nou niet echt het ei van Columbus gevonden.